In deze video bespreken we het lichamelijk onderzoek van het hoofd en de hals. Bij een trauma capitus beoordeel je de schedel op zwellingen. Ook kijk je naar tekenen, passend bij een schedelbaasfractuur, zoals een brilhematoom of een bettel zijn, of zoals bloed in het oor bij je otoscopie. Sta achter het kind om de lymfeklieren in de hals te palperen. Beoordeel op aantal, grootte, consistentie en of ze pijnlijk zijn. Je kunt meteen de schildklier beoordelen op grootte en zwellingen. Je kunt hierbij het kind een slokje water laten drinken. Bij kleine kinderen kan het helpen om voor afleiding te zorgen voor het gezicht. Het KNO-onderzoek kan je beter aan het einde van het lichamelijk onderzoek uitvoeren. De reden hiervoor is dat kinderen dit als onprettig kunnen ervaren en daardoor het vervolg van het lichamelijk onderzoek lastig kan zijn. Begin bij otoscopie met het niet aangedane oor. Het oor wordt voorzichtig omlaag en naar achter getrokken, zodat de gehoorgang en het trommelvlies goed te beoordelen zijn op kleur, vorm en structuur. Let op aanwezigheid van vocht achter het trommelvlies. Kijk vervolgens met een spatel en lampje in de mond om het slijmvlies, de tonsillen en de varingsboog te beoordelen. Bij een huilend kind kan je vaak zonder spatel de tonsillen beoordelen. Bij aanwijzingen voor een epiglottitis, zoals kwijlen, tekenen van bovenste luchtwegobstructie of snel progressieve klachten, kijk je niet in de mond vanwege kans op acute obstructie en verstikking.